Goedemiddag allemaal, we zijn vanmiddag in de Bibliotheek Landgraaf en we mogen als gast schrijver Buddy Tegenbos ontvangen. Onder andere bekend van zijn laatste boek Livestream. Buddy Tegenbos zal 3 lezingen geven aan leerlingen van klas 3 van het Eikhagen College in Landgraaf. Livestream speelt zich af in New York. En wat ik zei, heb ik ook veel al op locatie in New York geschreven. Zijn er mensen die alles ooit in New York geweest zijn? Ja? Oké. Okay. Vond je het? Bij mij ging het zo. Ik was er nooit geweest. Ik was 35 met Lufthansa met vliegen. Ik kwam voor het eerst in New York. Was daar nooit geweest. Ik loop over dat eiland. Tenminste over het eiland, over eiland Manhattan. New York bestaat uit meerdere buurten, 5 boroughs. Vast wel van gehoord. Brooklyn, Queens, de Bronx, Staten Island en Manhattan. En dit eiland Manhattan. Dat is dat eiland met die wolkenkrabbers, weet je wel, met Empire State Building, ja. Wall Street, Grand Zero. Nou, ik liep daar rond, ik was daar nog nooit geweest en ik dacht, dit is raar. Ik herken van alles, maar echt van alles. Ik herkende de taxis die er rondreden, misschien wel van woord, die gele taxis, yellow cabs, term, ja precies. Ik herkende van die zwarte gietijzeren brandtrappen die tegen de muur aan hingen, van die rokende putdeksels. Ik herkende gewoon het geluid wat de politiemotor of auto's maakte. Ik kende van alles. Dat is gek. Ik ben hier nooit geweest. Totdat ik besefte, op zich is het heel raar. Heel veel films, heel veel series, heel veel clips. Trouwens ook van dat nummer wat opstond toen jullie binnenkwamen. Alicia Keys, Jay-Z. Worden opgenomen op Manhattan. En ik heb die vlucht inmiddels heel vaak aangevraagd. Ik ben er heel vaak geweest. En altijd als ik rondloop en een beetje goed om me heen kijk, zijn altijd wel mensen aan het filmen. Er wordt superveel gefilmd op Manhattan. Dus ik herken dat gewoon van YouTube, van tv. En ik dacht tegelijkertijd, wauw. Op dit vrij smalle eiland, helemaal niet breed, het zijn 9 straten, 9 avenues, meer is het niet, en een hele hoop streets. Er gebeurt zoveel tegelijkertijd, zoveel verschillende leuke plekken. Ik wil die stad laten zien. Mijn volgende verhaal gaat zich hier afspelen. Dat is ook misschien wel een tip als je ooit moet gaan schrijven, is ga niet bedenken, waar gaat mijn verhaal over? Waar moet het over gaan? Dat is lastig. Weet ik veel, het kan over van alles gaan. Wat veel makkelijker is als je begint met, waar speelt mijn verhaal zich af? Dit is een goede plek, hier weet ik veel van. Mijn eigen sportclub, hier hoeft echt niet New York te zijn, maar gewoon een plek. Als je een plek in je hoofd neemt, begint er al vaak een soort van een verhaal. Tenminste, bij mij. En ik dacht, oké, ik wil de stad laten zien. Dat was stap 1. En ongeveer zo snel ging ik bedenken van een livestream. Stap 2 was, als ik die stad wil laten zien, of een stuk daarvan, dan moet mijn hoofdpersoon gaan bewegen. Hè, als hij stil blijft staan, zien we alleen die ene plek. Nee, hij moet gaan bewegen. Oké, stap 2, waarom gaat hij bewegen? Waarom gaat hij bewegen? Hij is iets kwijt. Die kwijt en gaat op zoek. Zoektocht. Oké. Volgende stap. Psychologisch. Wat is die kwijt? Wat is die kwijt? Jongen van 17 gaat naar New York. Komt een meisje tegen. Vindt haar superleuk. Meisje verdwijnt en hij gaat zoeken. Dat is wat luisteren is. Een zoektocht dwars door New York. 'S Nachts. Waarbij hij steeds dichter bij dat meisje in de buurt komt. We hebben wat foto's gemaakt van plekken waar het verhaal zich afspeelt in New York. Door mijzelf, met mijn iPhone, dus als je het niet mooi vindt, moet je bij mij zijn. Ik ga je even meenemen aan de hand van wat foto's en wat fragmenten. Het verhaal, dan moet je zelf maar kijken wat je ervan vindt. Nou, we zouden graag willen beginnen met geschiedenis. Hè? Okay. Misschien een standaard vraag, maar hoe was je zelf als leerling? Las je veel, las je weinig en wat las je zoal? Op de basisschool zeker heel veel gelezen. En dan echt Thea Beckman, Tonke Dracht, Jan Terlouw, echt heel veel. Middelbare school een stuk minder. Ik vond de boeken niet. Ik moest heel snel boeken voor volwassenen lezen, had daar geen zin in en las het dus niet. Mm-hmm. En mijn leukste vak op de middelbare school was echt gym, zeg maar. En okay. Zeker niet boeken. Nee. Okay. Want je hebt zelf ook aan sport gedaan, hè? Je hebt een sportopleiding gedaan? Ja, ik heb sportacademie gedaan. Omdat ik gewoon gym hartstikke leuk vond, dacht ik, daar ga ik iets mee doen. Ja. Ik vond het ook een hele leuke opleiding. Dus dat lag een beetje mijn voorkeur, zeg maar, tijdens de middelbare school. Okay. Ja. Even terug van de sport toch naar de boekenwereld. Ja. Hè? Je hebt vandaag leerlingen van het Eikhagen College in Landgraaf mogen ontvangen in de bibliotheek. Je hebt ook aangegeven dat je vaak scholen afgaat, dat je voor klassen staat. Mm-hmm. Merk je nou een verschil van leerlingen die de BIEB inkomen of dat jij voor een klas op een school staat? Merk je daar verschil in?
Vandaag was het hartstikke leuk en heel veel geïnteresseerden en leerlingen die ook vragen durfden te stellen. Mm-hmm. In de school, in de klas zelf, is het wat makkelijker voor mij. Mm-hmm. Want dan zijn ze in hun eigen omgeving, voelen zich over het algemeen net even iets veiliger. En een uitstapje naar de bieb is hartstikke leuk. Mm-hmm. Maar het is ook een beetje, we gaan even achteroverleunen. Een beetje uit de comfortzone eigenlijk. Ja, hè? Dat. Ja. En dan, ik hou heel erg van interactiviteit, dus vragen stellen. En in een klas stellen ze iets makkelijker vragen dan hier. Maar vandaag ging het heel goed. Niet op elke school kan dit. Ja. En bij jullie kan het heel erg goed. Dus, dat is goed om te horen. Ja, nee, het was hartstikke leuk. Ja, ja, goed zo. Heel veel leerlingen natuurlijk, merk je vandaag ook, vinden het heel erg interessant dat je ook piloot bent. Hè? Ja. En die vragen zich ook af hoe je het kunt combineren en schrijven en een gezin en piloot zijn. Nu heb ik ook van leerlingen vaker de vraag gekregen van, zou het succes van jouw boeken, zou dat ook liggen aan het feit dat jij piloot bent? Dat je de ervaringen van verschillende landen mee kunt nemen, omdat je er ook zelf geweest bent. Ja. Durf je dat te zeggen, dat dat zo is? Of... Nou, met livestream wel. Mm-hmm. De eerste twee boeken spelen zich gewoon af in Nederland, hebben eigenlijk met het vliegen niks te maken. Maar omdat livestream in New York zich in New York afspeelt en ik daar heel veel geweest ben, heb ik natuurlijk het voordeel dat ik daar de plekken kan bezoeken. En ook plekken die niet bekend zijn, denk juist, ik. Juist, ja, dat vind ik ook juist heel erg leuk. Ja. Niet die plekken waar al die toeristen samen klonteren, maar juist ook die andere wijkjes die iedereen vaak toch wel kent. Soho of Little Italy, maar niet zo goed. Mm-hmm. Dus daar heb ik zeker voordeel van. Mm-hmm. En ik vertel ook altijd eigenlijk in de derde zin van mijn lezing dat ik piloot ben. Niet zozeer om daarover op te schrijven, maar gewoon ook om de jongens even wakker te maken. Ja, dat is vaak wat er gebeurt van, is dit? Oké, dat wist ik helemaal niet. En dan eerst boeien en dan gaan we het wel over boeken hebben. Ja. Dus, jouw jeugddroom, begon die nou echt bij het piloot zijn of begon dat bij schrijven of begon het bij sport? Omdat je natuurlijk ook die sportopleiding gedaan hebt. Ja, nou, ik heb altijd wel gewoon van sport gehouden, van bewegen en dat is ook nooit meer overgegaan. Maar mijn jeugddroom was wel piloot worden. Ja. Okay. Over de wereld vliegen, grote, weet je wel, de jongensdroom van een grote machine. Ja. Hoe heb je dat weten te bereiken dan, die droom? Want je bent het toch maar mooi geworden. Ja, nou ja, goed. Na de middelbare school heb ik het geprobeerd en toen niet gelukt. Afgewezen overal. Toen de sportacademie gaan doen en daarna dacht ik, laat ik het nog eens proberen. En toen lukte het wel. Mm-hmm. En toen ben ik dat gaan doen. Maar ik heb gewoon wel altijd verschillende interesses gehad. Okay. Dus vliegen is leuk, maar boeken voor de klas staan, allemaal leuk. En je kunt het wel allemaal heel goed combineren, want dat is natuurlijk een vraag die heel veel mensen ook stellen. En hoe combineer je nou het piloot zijn met het schrijven, met een gezinsleven, met drie kinderen inmiddels? Ja. Hoe kun je heel kort aangeven hoe je dat doet? Nou, sowieso deeltijd werken of deeltijd vliegen. Ja. Dus ik heb elke keer 2 maanden vliegen, 1 maand vrij, dat scheelt. En onderweg niet heel veel plekken allemaal gaan bekijken en dingen doen, maar veel schrijven. Dus als ik ergens ben, dan ga ik eigenlijk al mijn tijd steken in het schrijven. En waar doe je dat? Is dat in hotels? Is dat in parkjes? Nee, liefst in ergens in een kroegje. Soms ook, kijk, in Japan ben ik dan bijvoorbeeld veel vaak 's nachts wakker. En dan zijn er plekjes weer die de hele nacht open zijn, ga ik daarheen. Ja. Hotel is niet heel erg inspirerend, maar gewoon een plek waar ik lekker een koffietje kan drinken en gaan zitten. En dat vind ik eigenlijk het fijnste, want thuis is er altijd weer zoveel andere dingen die er te doen zijn. Dus liefst ga ik ook als ik thuis schrijf, ga ik weg. Okay. Zodat ik even mijn rust heb. Maar het is inderdaad zoeken naar tijd. Dat is echt waar het op neerkomt altijd. Ja. Even terug van die piloot zijn naar specifiek een boek van jou. Het boek Oog om Oog. Ja. In jouw boeken komen toch best wel wat maatschappelijke thema's aan boord. Hè? Zo gaat Oog om Oog toch over pesten. Ja. Maar het is geen boek waarin iemand gepest wordt. Het wordt heel erg en er gebeurt nog iets ergers. Jouw boeken vereisen toch wel wat verbeelding, als ik het zo mag zeggen. Okay. Hoe verwerk je zo'n maatschappelijke thema's dan toch in een boek? Wat heb je daarvoor nodig? Zijn dat eigen ervaringen? Zijn dat interviews op die manier. Ik doe natuurlijk wel altijd veel onderzoek. Hoewel ik denk voor Oog om Oog het minste onderzoek heb gedaan. Omdat jongeren, merkte ik wel, het heel lastig vinden om daar echt over te praten. Mm-hmm. Over gepest worden en hoe dat was. Wel kan ik mezelf, denk ik, goed voorstellen. Kijk, wat is het allerergste wat je zou kunnen overkomen in een groep of op de middelbare school? Mm. En volgens mij is dat niet, niet direct geslagen of gepest, maar gewoon er niet bij horen. Mm. Volgens mij zijn jongeren heel veel tijd van de dag bezig met niet buiten de boot vallen. Mm. Qua kleding, qua alles eigenlijk. Ja, precies. Ja. En als je dan, dus dat was mijn thema, zeg maar. Wat gebeurt er met iemand die buiten de boot valt? En hoe is dat voor iemand? En natuurlijk heb ik daar ook heel veel dingen over opgezocht, heel veel dingen over gelezen. Mm-hmm. En wat ik ook wilde vertellen is dat iemand die misschien pest, dat het dan ook weer een reden kan hebben. En dat daar iets achter zit en dat het allemaal niet zo zwart-wit is, zoals wij zeker vandaag de tijd. Weet je leest even iets op internet en dan heb je meteen een mening. Terwijl de waarheid is natuurlijk altijd veel genuanceerder. Ja. En,
Dat leek me interessant om op te schrijven. Ja, je gaf net ook bij de leerlingen aan, hè, van goh, ik wil jullie niet per se iets meegeven. Nee. Ik wil jullie niet iets leren dat je met het doel het boek gelezen van ik moet er iets van opsteken. Nee. Had je dat bij het boek Oog om Oog wel, dat je ze iets meer wil geven over pesten en de gevolgen? Ja. Of was je daar tijdens het schrijven van het boek niet zo mee bezig? Nee, dat laatste. Want ik denk dat als je een goed verhaal schrijft, dat dat er altijd dus wel vanzelf in zit. Mm-hmm. Als je een boek schrijft over iemand die getreiterd wordt en die daar veel last van heeft, en het is een goed verhaal en ik hoop dat dat het is, dan zal elke leerling wel daar zijn eigen ding uithalen. En er zal zeker wel altijd de moraal in zitten. Dus ik ga nooit met die insteek van, nou, ik zal jullie nu eens even iets gaan leren hoe het wel en hoe het niet moet. Want ik ben veel te bang dat zij dat meteen op die manier oppikken. En ik had er altijd heel erg en nog een hekel aan. Een goed verhaal heeft zijn eigen moraal vaak, denk ik wel. Ja, dat is een mooie om mee te nemen. Ja. Nog een laatste vraag. Ja. We hebben natuurlijk ook gehad met de leerlingen net over de karakters in je boeken. Mm-hmm. Er kwam een vraag voorbij, hoe verzin je de namen voor de hoofdpersonen? Ja. Maar misschien ook een vraag die interessant is, hoe vorm je die karakters? Hè? Is dat iets wat je van de een op de andere dag weet, zo wil ik het, zo wil ik die op kaart zetten? Of is het iets wat zich in de loop van het verhaal toch ontwikkelt, zonder dat je daar eigenlijk expliciet mee bezig bent? Nou ja, voor mij zijn het allebei die dingen. Van tevoren denk ik wel een karakter uit. Kijk, livestream, die jongen die naar New York gaat, meteen verliefd wordt op een meisje, zij verdwijnt en hij gaat haar zoeken, daar heb je een paar eigenschappen voor nodig. Ten eerste iemand die bereid is om in één keer naar New York te gaan als eerste, daar ook nog eens verliefd te worden. En als zij dan verdwijnt, om de beslissing te durven nemen haar te gaan zoeken in een vreemde. Dus daar zijn al wat eigenschappen voor nodig. Ja. Dat is één ding. Als tweede werk ik dat voor mezelf altijd goed uit. Van ik weet van alles van zo'n hoofdpersoon, veel meer als wat er in het boek komt. Ja. En dan is het grappige, als hij dan een bepaald karakter heeft, dan gaat hij opeens dingen doen, gek genoeg, soms die hij zelf helemaal niet wil. Mm-hmm. Ik had een heel ander plan eerst met hem, maar dat zou helemaal niet bij Rick gepast hebben. Omdat hij eenmaal dat karakter heeft wat zich gevormd heeft, vooral door wat hij gedaan heeft. En dan gaat hij bijna niet zijn eigen verhaal vertellen, maar je kan hem niet meer alles zomaar laten doen. Dan wordt het heel logisch als hij dat of dat doet. En dat vind ik het mooiste aan schrijven eigenlijk. Ja. Dan de allerlaatste slotvraag. Wat kunnen we nog van jou verwachten, Buddy, in de toekomst? Een nieuw boek? Je had al verteld over je nieuwe boek. Ja. En zijn er nog meer plannen voor de toekomst? Ja, dat is sowieso. Ik denk dat ik hoop dat ik altijd wel blijf schrijven. Omdat wat er altijd gebeurt is, ik ben livestream aan het schrijven en dan heb ik een idee voor iets volgend. Mm-hmm. Maar dat past dan niet in dit verhaal. Mm-hmm. En dan schrijf ik het idee even kort op. En een van die volgende ideeën wordt altijd het volgende boek. Dus ik heb nu ook weer het idee voor het volgende. Ik hoop dat dat blijft. En dat dat, want het is hartstikke leuk om boeken te schrijven. En het is ook super leuk om de jongeren enthousiast voor te maken. Dat vind ik misschien wel net zo leuk. En ik hoop dat ik dat nog heel lang kan doen. Ja. Wij vonden in ieder geval super inspirerende lezingen. Dus dank je wel. Nou, dat is goed om te horen. En we wensen je natuurlijk allemaal een gouden pen toe. Dank je wel. Nog meer. We hebben nog maar 2-3 minuten. We zijn al bijna doorheen. Laatste vraag, Pie. Allerlaatste vraag. Ja. Hoe kom je op de titels van mijn boeken? Hoe kom ik op de titels van mijn boeken? Pokerface. Niet zelf bedacht. Ik vertel wat over ging. Een jongen die ijs op, het gaat fout. Het loopt verkeerd af. Mijn titel was. Het is allemaal helemaal die trieste verhalen. Mijn titel was. Op glad ijs. Ja, dus ongeveer reageerde de uitgeverij ook. Die keek me aan en zei: wat een leuk verhaal. Wat een slechte titel. Verzin maar iets nieuws. En toen dacht ik: oké, daar ga ik iets mee doen. Want ik wil dat. Iedereen moet het boek lezen, dacht ik. Hartstikke leuk verhaal. Iedereen moet lezen. Niemand weet ervan. Niemand kent Buddy Tegenbos. Niemand gaat naar de winkel en zegt: ik wil graag de nieuwe bed. Niemand. Dus ik dacht. Mensen moeten ervan afweten. Ik moet actie starten. Eerste actie, bedenk de titel van mijn nieuwe boek. Nou, je kon het eerste hoofdstuk lezen op de website. Aan de hand daarvan kon je de titel bedenken. Degene die de beste titel zou bedenken, daarvan zou de hoofdpersoon zijn of haar naam krijgen. Was ik ook van een tweede probleem af. Namen. Gelukkig kwam Julia, een meisje uit Roosendaal van 15 toen de tijd, kwam met de titel Pokerface. Die hebben we gekozen. Daarom heet de vrouwelijke hoofdrolspeelster heet Julia. In mijn manuscript heette ze, en volgens mij zit er iemand hier die ook zo heet, heet ze Lara. Ben je Lara? Dat ik iemand bij het handje geef? Nee, geen Lara? Wel? Hallo. Daar zit er wel een. Goed. Vond ik een mooie naam, is het niet geworden omdat zij met het idee kwam. Dus oog om oog en livestream heb ik wel zelf verzonnen. En de enige tip die ik jullie kan geven is, als je ooit een verhaal gaat schrijven, ga niet eerst proberen een titel te bedenken. Ga gewoon schrijven. Onderweg komen er wel titels langs. Livestream waren titels. Manhattan, Hotel Pennsylvania, 7th Avenue, The Village. Waren allemaal titels. Uiteindelijk is het livestream geworden. Die vond ik de beste.
En onderweg, terwijl ik aan het schrijven ben, zet ik die titels in mijn telefoon of op mijn laptop en uiteindelijk kies ik er één. Ja, hand op je vraag? Oké, goeie vragen. Voor de rest, dames en heren, bedankt voor jullie aandacht.